De allerlaatste training. Woensdagavond liep de groep het laatste rondje voordat het voor het Eggy is. Zaterdagavond mag de groep verdeeld over de startvakken geel en blauw beginnen. Kim Lee is een van de lopers in de groep en net als de rest is zij bij de trainingen gekomen door de oproep van RN7. En daar heeft ze geen spijt van. Ik hoorde een oproep bij jullie voor RN7 en ik wilde graag weer beginnen met hardlopen. En ik denk dat is een mooie kans om weer mee te doen. Ja, dat was de reden dat ik weer conditie wilde bouwen en weer wilde beginnen met hardlopen. En ik vond het een mooie kans om met de groep samen te trainen. In het begin moest ik wel weer even inkomen, want ik ben ongeveer een jaar gestopt. Dus in het begin had ik heel veel spierpijn, maar naarmate de trainingen deed ik eerst rustig aan en steeds beter. Dus ik merk ook dat ik wat meer uithoudingsvermogen heb gekregen en het gaat steeds beter. Hardlooptrainer Paul Eigelsheim heeft zijn laatste trainingsweek kalm gehouden. Niet te veel inspanning. Week 6. We hebben vanavond weer gelopen, rustig aan, want het is even kijken, nog 3 dagen. En dan is het zaterdagavond en dan is het de CV verloop bij nacht met de deelnemers. Ik heb er alle vertrouwen in, ik heb er heel veel zin in en de mensen ook. Dus het wordt een leuk avondje. Yvonne Geurts is de laatste in het rijtje. Dan is elke hardloper aan het woord geweest. Ze vertelt over haar reden om mee te doen en het verloop van haar avontuur. De reden dat ik meedeed is om fitter te worden. Ik sportte niet meer en ja, als je niet sport dan word ik een beetje lui. Dus ik wilde weer actief worden en nou, ik dacht dan ga ik eens beginnen met hardlopen. Dat leek me wel makkelijk. Maar ja, daar moet je toch wel iets voor doen. Dat gaat niet allemaal vanzelf. En toen hoorde ik dat oproepje dat je met een trainer kon trainen. En ik dacht, dat is wel iets voor mij. En dan kan ik ook mijn groep trainen en dan krijg ik tips. En ja, dat is goed uitgepakt. Want ik ben echt vooruit gegaan. En uiteindelijk loop ik nou ook 7 kilometer. Dus ik zou het iedereen aanraden.